Ja, dames en heren, Tom van der Meulen van Oostwold met zijn Damn Yankee Mustang. Een prachtig toestel, herkenbaar aan die grote oliekoeler die aan de onderkant onder zit. Want als hij op snelheid is, begint die oliekoeler, die gaat fluiten en janken. En hoor, ik ben een keer met Tom mee geweest om te voelen hoe dat vliegt in zijn Mustang. Nou, dames en heren, kan ik verzekeren, geweldig. Tom van der Meulen is zelf eigenaar van het toestel. Het toestel heeft ongeveer dezelfde karakteristieken als een Spitfire. De Damn Yankee, de PH-PSI, is een Amerikaanse Mustang en was de fighter die verzorgde voor het luchtoverwicht van de geallieerde luchtvloot in de Tweede Wereldoorlog. De Mustang voor u, van de Damn Yankee, wordt aangedreven door een Rolls-Royce Merlin en later kwamen de Pickett motoren erop. De Mustang was door zijn aerodynamische vormgegeven in de tijd ver vooruit. Dat was een van de eerste. Dat houdt in een laminair vleugelprofiel aan de onder- en bovenkant en gelijke welving. Waardoor de liftopbouw aan allebei de kanten hetzelfde is. Het toestel wat hier vliegt is geproduceerd in de meidagen van 1945. De Damn Yankee was dus net te laat om voor de Tweede Wereldoorlog ingezet te worden. Het voordeel is dat het oplevert dat het toestel nog compleet en grotendeels origineel is. De PSI is gespoten in de kleuren van het 359 fighter schorrel en de 356 fighter goed gestationeerd op de Marsland Held. Het koolsign is Oscar Charlie Golf van Lieutenant Colonel Donald Beckers. De Damn Yankee is te huur voor een herdenkingsvlucht of wil je zelf een keer meevliegen, neem dan contact met hun op. Meevliegen kan vanaf ongeveer €1700 inclusief BTW. En herdenkingsvluchten ongeveer vanaf de €3000. Het toestel weegt zo'n 3000 kilo. En een maximum gewicht van zo'n 5600 kilo.
Ja, nog even. En de Mustang die komt weer voorbij. Scheuren, zoals we dat noemen. Laag vliegen. Natuurlijk niet zo laag als wat Frank Versteeg vandaag deed. Daar heeft hij geen autorisatie voor het display. Tom van der Meulen, geweldig. En ook Tom die gaat weer terug naar de vliegbasis Volkel, waar het heel ontvangen wordt. Met open armen. En dat we weer even na kunnen praten over de geweldige show die hij ook heeft gedaan. Dan gaan we het dan iets anders over, dames en heren. Frank Versteeg zijn laatste show hier bij Volkel in de Wolken. Was natuurlijk niet mis. Frank die zat met kippenvel en ik stond met kippenvel de zaak te verslaan. Ik ken Frank al bijna 35 jaar. Toen wij op de vliegbasis... delen begonnen met de shows en Frank toen ik 24 jaar in dienst zat, hij een show voor mij gaf, was dat natuurlijk helemaal perfect. Daar gaat de Tim Janky. En ik heb Frank ook blijven volgen met vliegshows, bevrijdingsshows in Arnhem, overal waar we naartoe gingen. Ik heb hier nou een paar jaar het verslag mogen doen van Frank. En aan hem de eer om hier vandaag op gepaste afscheid te nemen.